Van een beursaanvraag die het predicaat onhaalbaar kreeg naar een paar prachtige wetenschappelijke publieksboeken. Sommige wetenschappers doen het net iets anders. Die lopen op hun eigen manier een weg door de academische wereld. In deze videoserie lopen we een loopbaanpad met bijzondere wetenschappers. En we lopen dat hier in het Stadsbos en bij de campus. We bespreken met ze waar liep je tegenaan, maar hoe wist je het ook voor elkaar te krijgen om de passie voor de wetenschap te houden. Alle mensen die we spreken hebben één overeenkomst. Ze trekken zich niet zoveel aan van hoe het eigenlijk hoort. En dat geldt zeker voor Sander Baks. Nou Sander, een andere weg, dat kun je bij jou eigenlijk wel zeggen, hè? Dat je een andere weg hebt gelopen. Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. In mijn vakgebied, in de journalistiek, heb je een heel andere manier van kijken naar publicaties. Want daar zijn de grote monografieën, de publieksboeken, dat zijn eigenlijk de belangrijkste publicaties. En dat betekent dat het veel minder gemakkelijk is om de MBO-route te lopen van VNI, Vidi, Vici. Maar dat je soms andere wegen moet kiezen om je publicaties voor het voetlicht te krijgen. Maar wat bedoel je, andere route dan VNI, Vidi, Vici? Nou ja, ik heb zelf in 2012 een VNI-aanvraag ingediend en die werd afgewezen. Oh. Daar was ik natuurlijk zeer teleurgesteld over. Een van de opmerkingen in die feedback was, ja, het is projects onhaalbaar. Dit gaat u nooit lukken in 5 jaar tijd. En dat gaat helemaal uit van de gedachte, ja, je moet een aantal artikelen schrijven en die publiceren. Maar ik dacht, ik ga dat tegendeel bewijzen. Dus ik ben dat zonder onderzoeksgeld dat boek gaan maken. En 5 jaar later lag het in de winkels. Dus blijkbaar kon het wel. En dus dan blijkt dat systeem dan toch niet helemaal werkt voor het type onderzoeker dat ik ben. En daarom zouden we graag dat systeem eens wat anders moeten gaan bekijken. Dus je hebt ook het idee dat het huidige systeem op zijn laatste benen loopt? Ja, absoluut. Ja. Nee, ik denk het academische systeem wat we nu hebben, dat voldoet op allerlei terreinen niet. En ik liep van de week nog eens na te denken. Dus we hebben het steeds over die termen van MBO, VNI, Vidi, Vici. En toen bedacht ik me ineens, dat is eigenlijk oorlogstaal. En dat creëert een systeem waarbij sommige mensen de oorlog winnen en anderen de oorlog verliezen. En dat zie je heel erg terug in onze academische wereld. Dat je een soort cultuur hebt van superwetenschappers die nooit onderwijs hoeven te geven en allemaal promovendi hebben. En de rest. En die zeggen dan onderwijslast die ze moeten doen. Terwijl het wetenschappelijke systeem is veel ingewikkelder en interessanter dan dat. Dus we zouden daar wat aan moeten doen. Wat je ziet is dat mensen worden er ziek van. Jonge onderzoekers die willen de ene beurs naar de andere aanvragen, worden steeds afgewezen. Er ligt ontzettend veel druk op. Mensen krijgen burn-outs, geestelijke, psychische klachten komen voor. Het is een doodlopende weg. Het systeem veranderen, maar hoe dan, Sander? Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik denk dat we misschien moeten beginnen met z'n allen die agenda van erkennen en waarderen te omarmen. En te zeggen dat we de hele breedheid van taken die bij een academisch bestaan, dat we die serieus moeten nemen, dat we die moeten waarderen. En dat we naar een duurzame onderzoeks- en onderwijscultuur komen. Ik heb mezelf altijd heel erg sterk voor onderwijs ingezet, als bestuurder, maar ook als docent zelf. Ik vind onderwijs geven eigenlijk het belangrijkste wat we doen. Dus ik wil ook graag naar mijn collega's uitstralen dat er nooit sprake is van onderwijslast, maar dat er misschien wel sprake is van onderwijsplezier en dat het een heel belangrijke taak is. En dat doe ik ook graag als ik over mijn onderzoek praat in de publieke ruimte. Als je in de media komt of als je in de krant iets schrijft. We bedenken allemaal dingen in onze ivoren toren, maar we moeten ook uit die toren komen om dat met het publiek te bespreken. En dan moet dat vervolgens gewaardeerd worden door het systeem. Dat we niet achteraf te horen krijgen, had je toch maar dat andere gedaan. Dus zo kunnen we langzaam aan het systeem veranderen. We staan hier in het midden van het Stadsbos en van hieruit kan je alle kanten op. Wat zou jij jouw collega-wetenschappers nou mee willen geven als ze zich geïnspireerd voelen door jouw verhaal? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we blijven bedenken dat wetenschapper zijn echt een heel erg leuk vak kan zijn en zou moeten zijn. Dus ik zou tegen mijn jonge collega's willen zeggen, blijf bij je intrinsieke nieuwsgierigheid. Wees trots op dat mooie vak dat je hebt gekozen. En praat met zoveel mogelijk mensen over dat vak. Dan komt het met ons systeem misschien vanzelf ook alweer een beetje goed. Dankjewel Sander voor je prachtige verhaal.